Rambo-rozen zijn er ook, weet je. Het is niet allemaal schattig en vrolijkheid. Natuurlijk zijn er rozen cupcakes en rozen limonade. En daar is heus niets mis mee. Maar waarom zouden er geen turbo-rozen mogen zijn? Anabole steroïden ingespoten klootviolenrozen. Ja, dan kun je wel doen of het allemaal ook een aardig is. Maar de cyberrozen zijn er ook. En gekleurde gemeentes gemanipuleerde extra gehoorzamende slagenrozen. Met pukzwarte bladeren. Die geen vlekken uit hun doornen. En ze smeren voortplanten. Die s'nachts opkomen zoeken. Ik zou wel oppassen. Omdat ze wraak komen nemen. Half robot, half roos. Zonder rozen. Gevaarlijk gemuteerde kosmische ultra-rozen. De kruising tussen vieze buitenaardse rassen en rozen. Hybride. Ja. Hybride. Met ijzerstalen bladeren. Ingebouwde boordcomputers, meesterpleinen. Dat zijn ook rozen. Science fiction, rozen. Die horen er toch ook bij. Ik wil niet lullig doen of zo, maar ja,